Goed, burgemeester Van der Kolk, we hebben het de vorige keer gehad over het coronavirus, over de maatregelen die zijn genomen. Hoe gaat het nu verder in Twentrand? Nou, ik denk dat de inwoners en ondernemers zich goed houden aan alle richtlijnen. Daar ben ik heel blij om. Kunt u wel vertellen over de kwetsbaren en de mensen die alleen zijn? Dat is voor mijzelf een heel moeilijk punt. Mensen die eenzaam zijn, mensen die thuis zitten, er mag niemand meer komen. Ik denk er wel eens over na, je zit de hele dag op je kamer of in je huis. En anders komt er spontaan iemand binnen en nu niet. Nu komt er één misschien aan de deur, zet wat voor de deur en gaat weer weg. Ik denk dat dat heel erg moeilijk is voor deze doelgroep, voor deze mensen ook. En ja, ik zou ze ook willen zeggen, iedereen van de oproep doen van kijk naar ze om, laat wat van je horen, zorg ervoor dat ook deze kwetsbaren, deze ouderen kwetsbaren, dat die er echt bij horen. En hoe gaat het met de ondernemers in gemeente Twentrand? Ondernemers die hebben het moeilijk. En ik denk dat ook daar komen natuurlijk een heleboel maatregelen wel voor, maar die onzekerheid is er natuurlijk wel, ook onzekerheid van hoe lang gaat dit duren. Dus en dan hoor je ook vervolgens weer een ondernemer die zegt van ik wil een andere ondernemer helpen. Dus dat is natuurlijk ook de andere kant weer. Hè. Er komt ook weer wat anders op gang waarvan je zegt van dat is heel mooi om dat ook te zien. En houden jongeren zich nog een beetje aan de maatregelen? Ja, jongeren zijn opeens thuis. Ze moeten huiswerk thuis maken. En dan wil je ook wel naar buiten met je vrienden die je anders niet ziet. Ja, en ook daarvoor geldt, houd je aan de richtlijnen. Bedenk iets waardoor je wel die afstand van 1,5 meter vasthoudt ook. En dat je niet de neiging hebt om in een klein groepje bij elkaar te komen. Dat kan gewoon niet. En je ziet nu ook dat mensen, vooral jongeren, gaan sporten. Massaal gaan ze sporten buiten. Wat kunt u daarover vertellen? Ja, ik zou zeggen, ga sporten in je eentje. Dat is natuurlijk wel heel erg lastig. Maar ik zou dus wel zeggen van, doe dat nu. Want anders heb je de neiging natuurlijk heel gauw om wat dichter bij elkaar te komen. En dat is gewoon niet verstandig, moet je niet doen. Want daardoor verspreid je misschien onbewust, ongemerkt, toch het virus. En wat ziet u verder gebeuren in onze samenleving? Ja, ik denk dat er ook heel veel mooie dingen zijn. Dat mensen zich aanbieden van, ik wil wel helpen. En ik denk dat dat ook heel goed opgepakt wordt in Twenterand, waarbij ik ook trots ben op datgene wat er gebeurt en wat er ook de komende tijd zal gaan gebeuren. En wat zal er dan gebeuren? Nou, ik denk dat Stichting Mannen natuurlijk het heel mooi oppakt om ook mensen die iets willen doen en mensen die wat nodig hebben om die aan elkaar te verbinden als het om vrijwilligers gaat. Dus daar ben ik ook heel blij om. De Stichting Manna is een voedselbank, kledingbank en ook verzorgen wij cadeautjes voor kinderen die jarig zijn. Stichting Manna probeert de voedselbank zo lang mogelijk open te houden. Maar daarnaast hebben we ook een website gemaakt die de vrijwilligers die we al hebben koppelt aan mensen die een hulpvraag hebben op allerlei andere gebieden. Wat het dan ook is, dat kan zijn boodschappen doen of medicijnen halen of oppassen. Of dat, je kunt van alles bedenken. Misschien komen er nog wel heel andere hulpvragen bij in de toekomst. Hoe we dat gaan doen is dat we op de website de mogelijkheid bieden om je hulpvraag in te dienen door verschillende knoppen te bedienen. En aan de andere kant kun je, als je dus wilt helpen, exact diezelfde knoppen bedienen, maar dan aan de kant van de helper. Als we mensen aan elkaar koppelen, dan worden er ook instructies gegeven van hoe om te gaan met het virus om te voorkomen dat de besmetting wordt doorgegeven. De website komt vandaag online. De naam van de website is www.manacoronahulp.nl.